En het moest eigenlijk een heel dun kruisje worden wat Rihanna hier bij de borst heeft. Maar het is uiteindelijk zo'n dik kruis geworden. Wow, ik ben echt altijd zo opgezet als ik wakker word. Ik hou echt heel veel vocht vast, ik weet het zeker. Ik heb al een grote neus, dus die helemaal groot. Weet je wat wel mooi is? Mijn lippen zijn wel mooi dik nu. Die zijn ook opgezwollen. Oh, in ieder geval jongens, het is woensdag. En jee, ik ben zo blij, want ik ga naar de kapper. Dus ik moet er nu echt uit, anders kom ik te laat. En dat vindt Amanda niet leuk, want ik kom altijd te laat en dat kan niet. Ja, ik ga me even douchen, omkleden. Everything doen and then I go to the hairdresser. Gisteren ben ik onder de zonnebank geweest. En dat zie je, want ik heb een beetje een verbrand huidje. Dus that's not good, boo. Ja, dat ga ik even doen. En daarna heb ik serieus nog geen flauw idee wat ik allemaal in de planning heb staan op deze woensdag. De vrije dag van Boji. Dus dat ga ik jullie straks allemaal laten weten. Zo lief, ik heb van Jill heb ik bananenbrood gehad. Ik probeerde dat laatste keer zelf te bakken, maar dat kan ik echt niet. En ik ben hier echt super blij mee, want ik vind het echt heel lekker. Dus dit is allemaal met dadels en noten. En dit is een beetje de smeuïge. Met ei en zo erdoorheen. Dus net wit en bruinbrood. En ik ga dit nu dus als ontbijt nemen. Maar niet die twee grote stukken hoor. Maar ik haal er even twee stukjes van af. En dan ga ik dit lekker eten. Ik ben omgekleed. Ik heb aan vandaag. Blouseje van de Sarah. Broek van de Sarah. Met scheurtjes erin. En mijn laarsjes van Nubik. Dus ik ben ready to go. Ik neem even mijn Goyard-tasje mee waar alles lekker in past. Dat is trouwens echt mijn lievelingstas. Echt, het is kapot lekker weer jongens. De zon schijnt gewoon. Volgens mij is het hier zo. Eens kijken. Even kijken. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Want volgens mij gaan we gewoon schrikken hoe warm het is. Het is 8 graden zonnig in Amsterdam. Even serieus. Eergisteren sneeuwde het. Nu is het gewoon heerlijk weer. Dus dan ga ik maar even bedenken welk jasje ik aan kan doen met dit weer. Zo jongens, dit is mijn andere nep bont zwarte jasje. En dan ga ik nu de deur uit. En naar de kapper. We zitten. Hi. Zal ik jullie even vertellen wat er gaat gebeuren met mijn haar? Oké, mijn uitgroei wordt weer wat donkerder geverfd. En mijn blond gaat iets meer omhoog. Dus ik hoop een beetje tot hier. En dan ben ik weer klaar, hero. Nou, ik ben home jongens. Ik ben helemaal blij met mijn haar. Thanks to Amanda, Salon B in Amsterdam. Weet je wat ik wel een beetje heb de laatste tijd? Dat ik echt wat gezonder wil gaan eten. Dus nu heb ik vanochtend dat bananenbrood heb ik gegeten. Dat is gezond, zeggen ze. En nu heb ik even lekker dit voor mezelf gemaakt. Met aardbeidjes en krusli en kwark. Ik at de laatste tijd zoveel brood weer en zo. En op het moment dat ik een verse tijgerwit brood haal. En ik heb Nutella en smeerkaas in huis. Of smeerworst of zo.
oh mijn god, dan ga ik gewoon echt helemaal los. Dan eet ik gewoon zo 8 broden weg. Dat is niet normaal. Dus ik probeer dat even een beetje te minderen. Het beloofde detoxplan heb ik ook nog steeds niet gedaan. Echt heel erg. Oh mijn god, ik heb gewoon tegen jullie gezegd dat ik dat ga doen. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Sorry jongens. Ik zit op de bank. En ik bedenk me ineens dat ik in zou gaan op een reactie in deze video. Over mijn tattoos. Er werd gevraagd welke tattoos ik allemaal heb. En wat het allemaal betekent. En wanneer en hoe en wat. En dat ga ik jullie nu vertellen. Mijn allereerste tattoo. Ik was toen 17, denk ik. Had ik mijn scooter al? Ja, toch? Volgens mij wel. Dat is deze. En mijn ouders waren er echt niet blij mee. Mijn moeder was echt tegen tatoeages. Dus die werd echt kwaad. Dus wat ik dacht... Ik denk, mijn eerste tatoeage zet ik stiekem. En dan doe ik een D van Dennis en een W van Wilma. Dus de D van mijn vader en de W van mijn moeder. Dat ze niet boos worden, weet je. Dat was een beetje mijn plan hiervan. En op zich was dat wel gelukt. Want mijn moeder vond het eigenlijk best wel heel gaaf dat ik dat had gedaan. Dus daar kwam ik weer mooi van af. En toen, welke was... Ik heb er heel veel, hè, trouwens. Welke had ik toen daarna gezet? Denk na. Oh ja. Ik zal even mijn horloge afdoen. Ik ben ook heel blij dat ik hier altijd een horloge omheen heb zitten. Want deze heb ik samen met Kelly gezet. En het moest eigenlijk een heel dun kruisje worden wat Rihanna hier bij de borst heeft. Maar het is uiteindelijk zo'n dik kruis geworden. Dus hier ben ik niet echt heel erg blij mee. Maar je ziet hem nooit, want precies mijn horloge zit er overheen. Dus gelukkig zie je hem bijna nooit. Toen daarna was ik ook zo slim om Believe naast dat kruis te tatoeëren. Dus nu denkt iedereen dat ik gelovig ben. Dat ben ik trouwens niet. Maar ja, dat is dus een beetje stom van mij geweest. Toen heb ik... deze tattoo laten zetten. Amor. In Amsterdam ook. Bij Schumacher. Hoe heet die man? Die hele bekende tatoeëur. Tatoeëerder. Schumacher? Nee. Schiefmacher. In ieder geval. Amor, dat staat voor liefde. En dat had ik zomaar gezegd. Gezet. Ik moet jullie ook heel eerlijk zeggen voordat ik verder ga. Al mijn tatoeages. Behalve die DMW. Dat was dan wel een betekenis. Hoe dat zeg maar ging. Op een dag word ik dus wakker. Ik ben vrij. Ik verveel me. Kom, zal ik een tattoo gaan zetten. Dat zijn mijn tatoeages. Ik bel alles rond. Wie er plek heeft. Meteen die dag had ik een tatoeage. Dus ik heb dat allemaal met mijn stomme verstand allemaal laten zetten. Zonder over na te denken of iets. Dus ik heb eigenlijk niet heel erg betekenissen achter mijn tatoeages. Deze daarentegen wel. Maar ook, dit was ook gewoon even bedacht op het strand in Ibiza. Die heb ik 2 jaar geleden met mijn vriendinnetje Mirjam gezet. Para sempre. Dat betekent voor altijd. Dus Mer, dan weet je dat. We komen nooit meer van elkaar af. Zij heeft hem ook precies op dezelfde plek. En wij liepen dus in het stadje. We zagen dat daar... iemand was die heel goed kon tatoeëren. Daar zit een heel bekend iemand in Ibiza. En toen zaten we te lopen en te denken. Wat zullen we nou zetten? Wat zullen we nou zetten? En toen kwam Amanda op Para Sempre. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit mijn mooiste tattoo vind. Ik vind het echt de mooiste tattoo die ik heb. Dan. Wat heb ik nog meer? Oh ja. Ik heb nog wat. Op welke been zit hij? Op welke been zit hij? Volgens mij... op deze been. Voet, weet ik veel, been. Nee, wacht even. Waar heb ik die nou gezet? Dan moet ik heel veel denken hoor, jongens. Ja, hier. Een hartje. Kijk. Toen was ik met Jeffrey, was ik in de stad. In Amsterdam. En volgens mij zette hij toen een tattoo, of niet? Ja. Toen ging hij een tattoo zetten. En toen wou ik ook nog even snel een tattoetje. En toen heb ik dat hartje gezet. Volgens mij was het zo gegaan. En ik zit het gewoon bijna te vergeten. Want deze tattoo vergeet ik altijd. Het is mijn grootste. En het is de laatste tattoo die ik heb gezet. In Haarlem. En Jeffrey komt nu binnen. Ja,
En dat is die op mijn rug. Oh, dat moet ik jullie even zo laten zien. Moet ik dan mijn blouseje uitdoen? Ja, doe joh. Mijn tattoo laten zien. Zie je hem? Natuurlijk zie je hem. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ik weet niet eens meer wat er staat. Steeds gekker. Love yourself of zo? Love the moment. Love every day. Love behind the words. Live behind the words. Dat staat er. En die heb ik laten zetten bij Danny Murilo Link. Ergens in die richting. Vriend van Jeff trouwens. Ja. Dus dat zijn mijn tattoos. Leuk hè? En ik wil er nog veel meer. Toevallig had ik het er gisteren over met die meiden. Ik wil heel graag een rood hartje hier. Op mijn ringvinger. En dat wil ik eigenlijk met al mijn vriendinnen doen. Maar ik heb maar twee vriendinnen die ook tattoos hebben. En dat zijn Kelly en Mirjam. Oh ja, mannen trouwens ook. En ik denk dat Malou en Do echt never nooit een tattoo gaan zetten. Dus dan houdt het op, hè. Dus dan moet ik het maar met Amanda, Mirjam en Kelly gaan zetten. Nou, Jeff is er nu, dus ik ga stoppen met filmen. En dan rijden we naar Haarlem. Kijk hoe leuk. Nou, we staan in het zwart-wit. Kusje, kus. Kusje, kus. Kusje, kusje. Kusje, kusje. Nee, niet echt. Ze gaat springen. Nee. Ze doet net de bad met zak af. Oeh. GTST en popcorn. Nee, maar kun je me niet gewoon gelukkig laten zijn met Anton? Ik zie dat hij weer gelukkig bent. Oh, dan gaat er weer een vreemd. Dat ik erachter kwam dat iedereen leuk is tegen Sam, ook tegenover jezelf. Want er is een leuk. Zo mooi zwart-wit beeld. Maar je weet net zo goed als ik. Nou, alles hier op. Ik heb alles in mijn eentje opgegeten. Nee, wat ik dus wel filmde. Weet je wat ik altijd zo irritant vind? En zonde. Dat dit allemaal niet openschiet van de popcorn. Er zijn nog zoveel lekkere stukjes popcorn, hadden dit geweest. Vind je dat leuk, hè? Is toch zonde? Niet doen! Ik ga weer terug naar de vorige baan. Ja, het had nog zoveel popcorn kunnen zijn. En nu zijn het allemaal van die maïszaadjes. Ik ben homie, we gaan lekker slapen. Ik heb net even lekker gedoucht. Het is tijd voor bedtijd. Morgen moet ik best vroeger uit, want ik moet sporten. En ik moet s'avonds werken. Voor de rest ga ik niet heel veel bijzonders doen. Ik wil eigenlijk even kijken, dat wil ik straks alvast even doen op internet, voor zo'n make-up kastje. Want ik heb echt hier totaal geen ruimte. En ik wil eigenlijk zo'n kastje plaatsen met een mooie spiegel erin. En dan kan ik daar allemaal make-up spulletjes laten. Ja, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me even weten wat je ervan vond. Een duimpje omhoog. En voor degenen die nog niet zijn geabonneerd, vergeet niet te abonneren hier onder mijn kanaal. En dan zie ik jullie van de week weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei!